De directeur van HINC, Rachel Koningsbloem-Pinas, benadrukt dat het geen zin heeft om te hamsteren. Ze zegt dat het ministerie samen met de leveranciers ervoor zal zorgen dat er genoeg producten in de winkel zijn. Pinas laat weten dat tijdens deze totale lockdown HI eraan werkt om de bevoorrading van de diverse winkels te garanderen. Wij vanuit het ministerie van HINT zijn continu in contact met de handelaren, met de winkeliers, dat er voldoende voedingsmiddelen en essentiële producten op de schappen zijn, zodat men niet hoeft te gaan hamsteren. U hoeft ook niet bang te zijn dat er geen middelen zullen zijn in de zaak. Wij zorgen er wel voor dat wij in contact blijven met de groothandel, met de winkeliers, dat er voldoende voorraad is. Met betrekking tot de districten hebben wij dus ook voorstellen gedaan aan de groothandel en de winkeliers dat er op de zondag, dat de toeleveranciers op de zondag de bevoorrading doen en dat door de week, door de dag heen, van 8 uur 's morgens tot 3 uur 's middags, de consument gewoon via een window, conform de COVID-regels, hun inkopen kunnen doen en dat de bevoorrading in de latere middag plaatsvindt. Pinas verzekert dat het ministerie in continu overleg is met de belanghebbende verenigingen, zodat de winkels in deze periode open blijven voor de consument. We hebben gemerkt dat bepaalde winkeliers waarschijnlijk of vermoedelijk uit angst de deuren hebben gesloten. Het ministerie heeft het meteen opgepakt, de gesprekken zijn gevoerd, er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de COVID-richtlijnen. Wij zullen dit blijven monitoren, omdat wij weten hoe belangrijk het is dat u komt aan uw levensmiddelen en wij willen het hamsteren voorkomen. Wanneer prijzen hoog zijn of wanneer men het gevoel heeft dat de winkels gesloten zullen zijn, gaat men automatisch over tot hamsteren. Wij monitoren dit. Van hieruit wil ik ook een oproep doen aan de winkeliers dat zij de afspraken met het ministerie in acht nemen, dat ze de aanpassingen plegen die afgesproken zijn op het ministerie en dat zij op hun voorgevel de openingstijden conform de afspraken met het ministerie van HIT duidelijk aangeven, zodat de consument weet waar hij aan toe is. Niemand is gebaat bij paniek in de samenleving, dus ook aan de winkeliers en de leveranciers wil ik het beroep doen om zich te houden aan de gemaakte afspraken met het ministerie van HIT. Rachel Koningsbloem-Pinas, directeur van het ministerie van HINT. Zij sprak gisteren op de reguliere COVID-19 persconferentie. De winkels zullen tijdens de lockdown open zijn en goed bevoorraad worden.